Ik zit er altijd maar even lekker aan te gaan. Ik heb hartstikke zin in, hoor. Ik ga even lekker aan het werk, hoor. Moet je goed luisteren, man. Je kan mij altijd bellen voor een lekker klusje, hoor. Ik vind werk echt zo fijn, man. Kan ik dag en nacht, kan ik keihard werken, hoor. Ik zeg ook altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het. Echt, hoor, niet over. Vind ik echt hartstikke fijn. Ja, het kan natuurlijk niet, hè. Elke dag werken, dat gaat niet, hè. Je kan natuurlijk niet, als je onderweg bent, nou, je werk gaat natuurlijk niet gaan werken. Dat kan niet. Tenminste, ik kan het niet. Ik kan niet met een boor aan mijn schroeven zo uitgezitten draaien in de trein. Ja, het kan wel, maar het mag niet, hè, hoor. Dat kan dus niet. Dus ik zeg altijd, dat doe ik allemaal niet, hoor. Maar ik ben wel heel vaak jaloers, hoor. Van die mensen, weet je niet, hoor. Die zitten daar in de trein, man, allemaal keihard door te knutselen op zijn computer of met zijn stapel papieren, man. Laatst zag ik een man. Oh, man, ik was jaloers. Hij zat een hele grote stapel lekker te schrijven. Ik denk, oh, ik ga een broodje maken met die man. Dat vind ik dan leuk, hè, hoor. Ik zeg altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè. Dus dat heb ik gedaan, hè. Ik heb het gedaan. Ik zeg tegen die man, zegt ik, zo, zegt ik. Ik zeg, wat doe je? Nou, toen zegt die man ook gelijk, hoor. Hij zegt, nou, ik ben aan het werk. Maar ik heb lang gezien, hoor. Echt waar, ik ben die achterlijk man. Dus ik zeg tegen die man, wat voor werk doe je dan? Maar toen zei hij helemaal niks terug. Hè? Hij was gewoon ijzeren heen en deur aan het schrijven. Maar aan het, hè, dat kan. Hè? Dat je zo geconcentreerd bent dat je helemaal niet hoort wat iemand aan te zeggen. Dat kan, dat is concentratie. Dat geeft helemaal niks. Hoor. Ik zeg, gewoon nog een keer, maar dan wat harder. Maar ik denk, weet je wat, ik pak even zijn aandacht. Hè? Dus ik ruk die papieren uit die maas klauwen. En ik zeg, ja, hallo, wat voor werk doe je dan? Nou, toen keek hij me aan, hoor. Echt waar, hoor. Hij zegt, nou, hij zegt, ik ben psychiater. En volgens mij zou u dus een afspraak moeten maken met de collega van mij. Ja, echt agressief die man. Nog echt wel, hoor. Maar ik blijf rustig, hè. Zo ben ik dan. Echt wel rustig blijven, man. Hè, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè, dat rustig blijven. Dus ik zeg tegen hem, nou, zegt, ik moet je even goed luisteren, man. Als ik een psychiater nodig heb, wil ik natuurlijk wel een psychiater die wat slimmer is dan mij. En aangezien als je slimmer bent dan mij, word je helemaal geen psychiater, hè? Dus dat probleem is ook weer opgelost. Ik zeg trouwens, wie zal dan nou het meeste verstand hebben van mijn man? Dat zal ik toch zeker zelf wel wezen? Nou, hij zegt, ik heb anders wel een papiertje voor u, hoor. Als ik eerst even mijn papieren terug mag, hè, dan is het teruggeven allemaal. En dan heb ik wel een lijstje voor u, staat op een papiertje, dat kan ik u geven. En op dat lijstje staan een aantal punten. En als u aan 5 van die punten voldoet, zou het anders wel eens kan wezen dat u last hebt van een burn-out. Ik denk, slot die man helemaal in mijn keur. Echt waar, ik pak hem daar. Kijk, de raam zo, die boor achterin spaat, ik lief zorg de bek, man. Oh, ik heb het niet gedaan, hoor. Ik ben rustig gebleven, hoor. Ja, je ben ik, hoor. Echt, hoor. Ik zeg altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè, hoor. Dus ik zeg, kom maar op, het blootje. Had hij het meegegeven? Ja, ik heb het natuurlijk wel die papieren van hem teruggegeven, hoor. Zo ben ik dan wel een tikje door elkaar gehuizeld, hoor. Met een maag, hè, geintje, hè. En toen kreeg ik het, en dan zit ik jou kijken met je kop van dat het je niet, maar dat heb ik echt wel, hoor. Kijk hier zo, man, deze. Het is een beetje vervrouwd, maar ik heb het altijd bij me. Al mijn vrienden vroegen altijd, het je, dat blootje nog, met die punten. Leuk, hè? Hebben jullie allemaal een hand met 5 vingers? Kijk, kan je even kijken of je er ook last van hebt? Heel makkelijk, je hoeft alleen maar bij elke vraag te denken, ja of nee. Dus bijvoorbeeld deze vraag is de eerste vraag, hè, Dan. Ik ben snel geïrriteerd en valt uit tegen mensen. Maar zelf denk ik dan, we slaan het op! Ik val nooit uit tegen mensen, want ik heel ordinair als mensen dat doen, echt hoor. En trouwens, snel geïrriteerd, wie is toen helemaal snel geïrriteerd? Wat is snel, hoe snel is snel? En waarom weet ik dan niks van? Wat voor mij snel is, is voor Michael Schumacher heel langzaam. Punt 2. Je voelt je moe, ook al heb je voldoende sloop gehad. Ja, wie niet? Je werkt hard, maar bereikt weinig. Ik weet niet of Dick Advocaat in de zaal zit. Ik zie er tegenop om naar mijn werk te gaan. Allemaal. Dat is ook heel raar. Je hebt weinig zin om je te verheugen op je werk. Je hebt minder zin in seks dan voorheen. Hoezo voorheen? Moet je goed luisteren, man. Ik heb helemaal geen voorheens qua seks. Ik vind het allemaal hartstikke smerig, man. Dat spul, dat plakt. Wat op, man. En deze vind ik ook heel raar, hoor. Je gebruikt meer alcohol om je beter te voelen. Nee, ik drink een lekker biertje met al mijn moten om me helemaal kloten te voelen, man.
Oké, wie zit er nog niet op 5? Allemaal? Ze zitten allemaal op 5, man. Ongelooflijk, man. Dat kan er niet, man. Dan heb je heel gauw dan burn-out, man. Dat kan er niet. Van zo'n blootje alleen, dan word je toch ziek, man. Dat slaat helemaal nergens op. Ik heb dat altijd gezegd, hoor. Ik kan er allemaal niet bij, man. Weet je, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht, hoor. Weet je, ben ik dan ook, hè. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal mensen die werken gewoon heel hard, hè. Zodat ze meer kennen verdienen dan de buurman. He, zodat ze in een buurt kunnen gaan wonen waar de buurman weer meer verdient dan zij. Maar dan krijg je geen burn-out van, man. Dan ben je gewoon een slappe zaak. Echt waar, hoor. Ik zeg altijd maar zo, je moet gewoon weten wat je aan kan. Je moet mij ook geen piano laten spelen. Dat moet je overlaten aan die gast met die wapen en de klavies. Je moet mij ook geen nationaal dicté laten presenteren. Dat kan ik niet met mijn accent. Maar ik zit wel een leuke tieneke schoten neer, hoor. Echt waar, hoor. Ach, joh. Dat is een lekkere poosje. Kan ik even mijn shakey draaien? Ach, ik heb het natuurlijk wel over nagedacht, hoor. Ik heb wel tegen mezelf gezegd. Want ja, zo'n man op doel in zo'n train, hè. Dat kan. Het is natuurlijk maar gewoon een achterlijke kop matchelen, maar toch, hè. Dus ik heb wel tegen mezelf gezegd. Wat bedoelt het dan ermee? Toen dacht ik, ach, natuurlijk, man. Het is gewoon allemaal stretch. Het is gewoon stretch. Het is heel normaal. Iedereen het stretch. Jij het stretch. Ik het stretch. Kijk, je kop zien, man. Echt, hoor. Kijk, stretch is van alle tijden, hoor. Bijvoorbeeld, neem nou bijvoorbeeld Napoleon, die had al stretch. Echt waar, hoor. Wat dacht je daar, man, toen hij zag dat zijn hele leger in de pan gehaakt werd bij Waterloo, man? Die had niet voor niks de hele dag zijn hand op zijn hart. Die dacht, als dat ding klapt, wil ik de eerste wezen die het voelt, niet dan. Maar die ging heus niet in de elbe, omdat hij dacht, dat even lekker een jaartje zijn bed te kellen. Rot op, man. Die hebt heus nooit gedacht, ik werk hard, maar ik bereik zo weinig. Echt waar, niet, man. Nee, stretch is heel normaal. Wij hebben allemaal een tikkie stretch van werk. Daarom heet het ook werk. Anders had het wel vakantie geheten. Echt waar, hoor. Ik ben nou ook aan het werken. Dat je niet denkt dat ik niks stel te doen, man. Hier zo, ik heb een afstandsbediening. Gaat ik lekker dat ding laten ploppen. Heel makkelijk. Druk de kop op een knopjes. En dan gaat dat ding vanzelf gaat die aan de gang. Zo, even kijken of hij doet. Hoppa. Schrok je? Stretch. Al dat soort dingen. Hele oude ziektes eigenlijk, man. Met hele moderne woorden, man. Slaat helemaal nergens op. Burn-out is gewoon stretch. Als je tegenwoordig staat te lang repeterende bewegingen maakt met je hand of met je arm, dan heb je een muisarm. Als je te lang kijkt naar een scherm, dan heb je vierkante ogen, zeggen ze. Of als je te lang, zou maar zeggen, op een slechte stoel zit, krijg je last van je rug, krijg je een aangepaste stoel, maar echt waar, hoor. En ik snap er helemaal niks van. Want ik heb een man die ligt al zijn hele leven lang onderuitgezakt op een bank naar een scherm te kijken en repeterende bewegingen te maken met je hand en met je arm. Die is echt niet ziek, hoor. Die mankeert helemaal niks, man. Het zijn allemaal moderne ziektes. Rot op, man. Ja, dan zeggen ze, wij nemen tegenwoordig ons werk mee naar huis, dan komt het door. Denk ik, wat slot dat nou op, man? Wat heeft dat dan? Stoflongen. Ja, dat vind ik je werk mee naar huis nemen. Of bijvoorbeeld asbest in je pleuris, man. Dat is je werk mee naar huis nemen, of je klauwen verliezen in de kettingzoog. Oh nee, dat is meer een donatie aan je werk. Ik is kwot voor van de man. En er zit zo'n achterlijke gladiool in zo'n trein tegen mij te vertellen wat ik aan mijn last van heb. Terwijl ik gewoon keihard werk. Als ik het niet doe, doet het helemaal niemand, toch? Als je dat beweet, hier is een prachtig mooi bankje, heb ik zelf gemaakt, man. Keihard werken. Want als ik het niet doe, dan stort ik helemaal in mijn kop. Ik ben de mooiste van de wereld. Ik
ik ben de liefste die ik ken. Ik ben zo duur en duur betrouwbaar, omdat ik zo eerlijk ben. Ik ben de grootste lieve schat van heel mijn brede levenspad. Mijn zelfportret, dat is mijn mooiste schilderij. Ik ben zo goed, ik ben zo trouw, ik ben zo op en top een vrouw. Ik ben mijn eigen hoofdprijs van de loterij. Ja, ik ben de mooiste van de wereld, gaat het? Ik ben de liefste die ik ken. Ik ben zo duur en duur betrouwbaar, omdat ik zo eerlijk ben. En ik verveel mijn eigen nooit, niet als het vriest, niet als het dooit. Ben van mijn eigen helemaal ondersteboven. Want oh, wat hou ik toch van mij. Ik maak mezelf altijd zo blij. Ik denk dat ik me maar eens met me ga verloven. Ik ben gastvrij en erg gul als ik mijn eigen zakken vul. Ik gun mezelf altijd het goede, nooit het kwade. Het is met mezelf zo dikke mik. De rest kan wachten, eerst kom ik. Ik zal mijn eigen van mijn leven niet verraden. Komt ie weer? Ja, ik ben de mooiste van de wereld. Andere kant, ik ben de liefste die ik ken. Allebei, ik ben zo door en door betrouwbaar, omdat ik zo eerlijk ben. Omdat ik zo heerlijk ben. Omdat ik begeerlijk ben. Omdat ik onontbeerlijk ben. Ah. Gotti. Ziet er goed uit, hè? Leuk pak, hè? Ja, toen ik hoorde dat Moschino en Versace samen een skilijn hadden ontworpen, nou, toen wist ik het eigenlijk meteen al. Hè. Toen heb ik gelijk tegen mezelf gezegd, meid, nou wordt het tijd dat je gaat skiën. Ja, dus dat is leuk, leuk. Maar toen heb ik wel gezegd, nou, skiën is enig, maar natuurlijk niet in de winter. Nee, dat vind ik zo voor gewone mensen. Hè? Dus skiën, leuk, leuk, leuk. Maar dan lekker in de zomer. Ja, ik zie u denken, dan ligt er helemaal geen sneeuw. Dat wist ik ook wel. Kijk, het is gewoon heel simpel, mensen. Dat soort kleine problemen is heel makkelijk op te lossen met een paar centjes. Hè. Dat laat ik gewoon allemaal persoonlijk invliegen, begrijp je? Ik zeg altijd zo, als je een paar ogenkassen vol kunt spuiten met collageen, kun je ook een paar skipistes vol spuiten met een akkwaliteitje poedersneeuw. Ja, ik zeg altijd maar zo, het leven is te kort voor slechte sneeuw. Hè. En natuurlijk had ik ook een skileraartje nodig, was ik me ook heel erg van bewust. Ik heb flink rond moeten bellen, kwam uit in leg, ben ver boven de prijs van de ene Bea gaan zitten en hop, ik had hem. Ja, en hij is duur, maar het leven is te kort voor goedkope rommel. Ja. Nou, hij is echt een leuk ding, want echt een atleet. Echt een fijne Zwitser. Hij verstaat niets van wat ik zeg, maar dat geeft ook helemaal niks. En hij heet Kergel. Ja, ja, het is echt een ontzettende sportieve, fijne, gezellige, makkelijke, sexy boy eigenlijk. Ja, ja. Oh, daar ben je. Yes. Ach, doe geht's jetzt, omhoog. Ach, natuurlijk, doe geht's rond de roetje. Ach, wees herrlich. Ja, zij voorzichtig, hè? Ja, kijk eens mee naar die lekkere, fijne beeldpartij van die man. Heerlijk, hè? Ja. Er hangt helemaal niks aan die man. En als ik zeg niks, dan bedoel ik ook niks. Ja, ja, dat kan je helaas van mij niet zeggen. Nee, er hangt bij mij nog steeds van alles, ja. Ja, het is echt bizar wat ik allemaal niet weg heb laten zuigen en weg heb laten snijden om dat een beetje voor elkaar te krijgen. Maar van al dat vlees wat eraf is, kun je een klein dorp een week tevreden geven. Ja, echt waar. Maar ja, het is vlees met heimwee, hè? Ja. Ja, het komt steeds weer terug. Ja.
En ik heb er echt van alles aan gedaan, hè. Ja, ik heb er zelfs een keer een gelei op laten smeren van een milletje of 10 en dan praat ik euro's. Hè. Dat gelei is hoogst persoonlijk door de cel van Perzië uit de reet van een zeldzame vogelsoort geperst. Maar het mocht niet baten. Bizar. Ik heb de week erop laten zitten. Ik kwam er nog hetzelfde donder vandaan als altijd. Bizar, hè? Ik heb er geld genoeg voor over, hoor. Maar ja, ik dus geld genoeg sinds mijn man is overleden, begrijp je? Ja. Mijn man zat in de aandelen. Hè, toen het nog slim was om in de aandelen te zitten. Ja, ik weet niet hoe hij het deed, maar hij had overal voorkennis van. Ja, hij deed dat samen met een vriendje. Die zat bij Philips. Leuk stel. Enig. Ja. Ja, ik heb wel lang na moeten denken. Hè. Wat moet je doen, hè, als je man is overleden? Hè? Ik heb zo na moeten denken. Wat moet je doen? Begraven? Cremeren? Ja, ik kwam er niet uit. Ik heb er 3 weken over gedaan. Ik wist het nog niet. En toen zeiden ze, nou moet je toch op gaan schieten, anders loopt hij zelf weg. Ja. En toen opeens dacht ik, ja natuurlijk, hè. Het is allemaal begonnen met een burn-out. Dus laten we daar nou ook leuk mee eindigen. Ja, het is nog een enige crematie geworden. Ja, kijk, daar gaat hij weer, die korrel. Ja, ik doe natuurlijk alles om die centjes op te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Nee. Ja, het leven is te kort, zeg ik altijd, om dat geld helemaal nog op te krijgen. Kijk, dat gaat. Ik zeg, wat een lekker ding. Ja, nou, ach, nam je weer de zwarte piste. Ja. Ja, hij moet voorzichtig zijn, want ik heb hem nog nodig vannacht. Ja, want ik heb net 5 liter vers bloed in laten spuiten. Van een 17-jarig meisje. Heerlijk, wat word je daar fris en fruitig van, zeg. Ja, dat kind voelde zich wat zwakjes, maar ik voel me lekker. Oh, ja, bizar. Het lijkt me zo dankbaar voor zo'n kind, hè. Om te bedenken dat ik daar dan zo van opknap. Ja, ik zeg altijd, het leven is te kort voor oud bloed. Onthoud dat. Nou, en verder, nou ja, die korrel. Het is mijn liefste, mijn leven, die jongen. Hij leert me leuke dingen, hè. Maar ach, dat is misschien even leuk. Laat ik even zien wat ik kan. Korrel, kanst u even die leute schauen lassen, was ik kan? Schön. Laat hij even zien wat ik kan. Vind ik zo leuk dat ik dat kan. Ja, goed, hè, van mij. Leuk. Jawel. Ja, dank je, schön. Ja, dat kan hij met alle 3 zijn benen. Nee, dat verstehst u niet. Dat is Hollandisch. Ach, doe ik het nog eenmaal hoog. Ja, natuurlijk, hupsis jodeles kind. Ja hoor, doe maar. Ja, dat jodel heb ik ook van hem. Dat doet hij altijd als hij klaarkomt. Enig. Ja, jodelo hoort hij. Ja, gruskot hij. Ja, het is een blijvertje, die korrel. Oh, ja, ik denk dat hij dat kan meenemen. Hij mag mee in naar Afrika. Ja, daar ga ik ook heen, maar niet voor mezelf. Nee, om anderen te helpen, hè? Want zo ben ik dus ook, ja. Ja, ik zag namelijk laatst een documentaire op televisie van een klein dorp in Afrika. En die mensen zagen er zo slecht uit, zo zielig. En toen heb ik gelijk tegen mezelf gezegd, meid, daar moet jij wat aan doen. Dus dan heb ik gelijk gebeld met Chanel en voor 1,5 ton een poederdoos en eyeliners besteld. Ik geef dat hele dorp een make-over. Leuk, hè? Ja, ik zeg altijd, dat leven van die mensen is veel te kort om zo slecht op televisie te komen. Hè? En als je dan geld hebt, doe er dan wat smakvols mee. Ja, maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst nog even wat anders. Korrel, kan Stoeven laat de helikopter weer eraan roeven, hè? Ik ben nou wel weer vettig met schieën. Ja, ik moet zelf eerst nog 1 keer onder het mes. Ik ga het toch proberen, mensen. Ja, ik heb een geweldig plastisch chirurg ontdekt. Een voormalig special effects man van Steven Spielberg. Ja, en het was een ontzettend leuke kerel. En hij zei, toen hij me zag, zei hij gelijk, wel, wie better do it all at once, hè? En toen heb ik gelijk tegen hem gezegd, weet je wat we doen, knul? We doen gewoon alles in 1 keer. Totale verdoving en knutselen maar. Ja, dus nou ja, het was ontzettend spannend. Hè. De 2e ontmoeting had hij gelijk een computerstimulatie gemaakt. Ja, het was wel, ja, het was wonderlijk hoor, toen ik die stimulatie zag. Hè. Toen zei ik gelijk, meid, nou ga je er eindelijk van buiten uitzien hoe je van binnen bent. Zo mooi. Ja, geweldig. Ja, misschien moet ik even laten zien hoe het ongeveer wordt, want ik heb natuurlijk geoefend. Hè. Het wordt ongeveer dit, wacht even. Fijn. Ik kon er nog niet zo goed mee. Ja, ik kan er niet mee praten, dat is jammer. Maar onthoud 1 ding, hè. Het leven is te kort om oud te worden. Ja, dus als je ooit iemand ziet die er zo uitziet, dan ben ik het. Leuk, hè? Nou, ik ga nog even lekker jodelen met korrel. Gruus, Gotti! Halala, hoedie, halala, hoedie!
Sorry. Ik denk opeens, waar is hij nou? Maar ik haal de verkleding niet. Ik kan natuurlijk niet zo door. Ik weet wel, sommige van mijn collega's die houden dit heel lang vol, dat weet ik wel. Maar ik zweer u, Brigitte Kaandorp heeft veel grotere handen dan ik. Nou, ik moet ook wel iets bekennen. Ik had toen ik me zo voelde ook niet echt heel erg veel zin in seks. Ja, ik bedoel gewoon geen zin. Gewoon wel. Of eigenlijk erger meer. Rot op!
En dat was best raar, want dat had ik daarvoor helemaal niet. Daarvoor was ik gewoon zoals alle andere normale vrouwen. Gewoon, ha, seks, ja, gezellig. Bijna alle andere normale vrouwen. Nou. Maar toen ik me dus zo slecht voelde, niet. Het is gewoon een bijverschijnsel, bedoel ik. Het hoort er gewoon bij. Dat wist ik ook niet. Ik wist helemaal niet dat dat zo was, maar het hoort er gewoon bij. Het is een bijverschijnsel. Het is helemaal, dat gaat over. Ja, nu gaat het veel beter. Het gaat weer veel beter. Toen dacht ik, oh, nee, het gaat. Ik voel me echt. Ik wil nu seks. Ik vind seks gewoon fijn. Ja, wel, ja, nee. Vibrators, helemaal top. Ja, ik kijk ook weer naar mannen, weet je wel. Gewoon dat ik denk, ah, lekker ding. Zou je een groot of een kleintje hebben, weet je wel, zo. Dat is niet persoonlijk zo, dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar ik moet altijd zo vreselijk lachen als ik een kleintje zie. Sorry. Nee, dus het is nu eigenlijk best wel weer normaal of zo. Ja. Ja, het is alweer zo normaal dat ik alweer gewoon doe alsof ik een orgasme heb. Ah, nee, dat is gewoon. Welterust. Ik ben eigenlijk. Zal ik maar zeggen, ik merkte dat het weer over was, weet je wel, toen ik weer gewoon fantasieën had. Gewone fantasieën. Gewoon dat je, weet je wel, dat je in je hoofd. Dat je het niet echt doet of zo hoor, maar dat je dan denkt: oh. Dat je dat kan doen met een neger bijvoorbeeld. Of met een vrouw. Dat heb ik ook nog nooit gedaan, maar dat. Of een anonieme groep seks of zo. Nee, dat zal wel nooit lukken hoor. Qua anoniem bedoel ik. Ik praat er gewoon nog niet echt makkelijk over. Seks, bedoel ik. Nee, volgens mij praten vrouwen sowieso niet echt makkelijk over seks, hoor. Ik heb bijvoorbeeld gewoon geen vriendinnen die bij mij thuis over seks praten. Die binnenkomen en zeggen, nou meid, doe mij maar een bakje koffie. Oh, ik ben geil vandaag. Oh, ik kan wel een paard hebben. Nee, ik heb die niet. Ik ken geen vrouwen die makkelijk over seks praten. Mannen praten veel makkelijker over seks. Echt waar. Nee, nou bijvoorbeeld Cor, die staat vaak in de coulissen te praten met een paar van die techneuten, weet je wel. Oh, dat gaat maar, oh. Dat kletst dan één stuk door over seks. Weet je, maar ik vind sowieso mannen, die zijn zo makkelijk met seks. Vind ik zo geweldig. Ik hoorde laatst ook iemand vertellen, ja, mannen gaan gewoon douchen na het voetbal. En dan staan ze lekker onder die douche, een beetje de boel lekker schoon te soppen. En dan ondertussen praten ze gewoon over hun, nee, gemakkelijk. Weet je, over hoe lang en dan vergelijk. Oh, mijn 23, kijk zo, dat is helemaal te gek, man. Hij lijkt wel langer trouwens. Ja, maar ik heb hem net geschoren, hè. Dan lijkt hij langer. Oh, dat is een goede tip, moet ik ook eens. Gaat vanzelf, waar of waar? Ja, zo zijn jullie. Geweldig, toch? Hier allemaal mannen. Ja. Ik zie vrouwen dat niet doen. Ik ga wel eens tennissen en dan gaan we daarna douchen. Stel je bijvoorbeeld voor, ik ga met jou tennissen en dan douchen we daarna. En daarna zeg ik even zo en passant tegen jou, mag ik even je kut zien? Ze kijkt nu zo, nou, gekkie. Maar jij zou zeggen, nee. En tegelijk, nee, dat doen vrouwen niet. Dat is ook een beetje gedoe, hoor. Want je moet echt, doe ik weer helemaal gewoon zo. Helemaal. Zo. Je doet het ook niet makkelijk, hoor. Maar het is ook, ik vind het een rot woord. Ik vind dat kut. Ik vind helemaal niks. Kut is toch een hard woord? Zoals een, als je het nou vergelijkt, gewoon even, weet je wel, even gewoon onderzoek. Je zegt, ja. Of kut. Ik vind dat niks. Ik hard, kut. Ik gebruik het ook niet graag. Helemaal niks. Maar ik vind wel dat er gewoon nu, weet je wel, dat het wel veel leuker is met seksuele dingen en zo. Weet je, bijvoorbeeld de vibrator. Die vind ik helemaal top. Ik heb Tarzan. Heb ik gewoon besteld bij zo'n. Tarzan, ja, zo heet hij. Ja, ja, je hebt. Dat vind ik ook enig. Je hebt verschillende namen. Weet je, je hebt Tarzan en je hebt bijvoorbeeld Total Touch. Maar dat vind ik niks hoor. Nee, dat vind ik net alsof je mijn treintje Oosterhuis ligt te knaaien. Ja, dat vind ik dan. Daar kan ik niks mee. Maar die Tarzan, helemaal geweldig. En die kun je gewoon bestellen bij een postorderbedrijf. Tegenwoordig is dat allemaal anoniem. Je belt gewoon met tik-tik-tik-tik-tik. En hij wordt thuis bezorgd. En niet in een plastic cellofaantje. Zodat als je niet thuis je buurman niet staat, met die van, oké. Nee, het is wel leuk. Die wordt gewoon bezorgd in een doos met een strik. Nou. En het is anders dan vroeger. Want ik weet nog heel goed, mijn moeder, die had dan een keertje in zo'n blad, had ze dat gezien, als massagestaaf. En dan had je zo'n fotootje bij van zo'n vrouw, die hield hem tegen de wang zo. En mijn moeder dacht, dat is voor je gezicht. Dus die heeft 2 maanden lang.
snapte er helemaal niks van. Ja, dat is gelukkig niet meer zo, weet je. Nu heb je gewoon, weet je, je kan ze gewoon bestellen. Het is allemaal anoniem, dus er is helemaal geen gezeur meer aan je hoofd van wat gaat hij doen met Tarzan. En ze zeggen precies wanneer ze komen. Dus dan kun je ook zorgen dat de kinderen en je man even de deur uit zijn. Dat je alleen thuis bent, zet je Tarzan op tafel. Doe je een beetje leuk lichtje, leuk jurkje, muziekje aan. En dan ga je zitten en dan ga je Tarzan zo heel rustig uitpakken. En dan... Nou ja, dan moet je natuurlijk wel even contact maken met Tarzan, hè. Want ja, je gaat natuurlijk toch een boel samen doen. Dus even gewoon een gesprekje of zo, even... Hello. How wonderful of you to come to my house. Ever so lovely. I've been waiting a long time. Yes, but well, this is our house. July... Oh, I'm sorry. Oh, you're still in the box. Oh, gosh. I'll take you out then, all right. Ooh, gotcha. Well, this is the house... Do you like it? Oh, thank you. Yes, we do have new drapings, actually. Would you like to start with a bath or a shower? Oh, you'd like to start right away. Oh, dirty bastard. Well, I'd better introduce myself then, won't I? Me, Jane. You, Tarzan. Everybody says don't, everybody says don't. It isn't right, don't. Everybody says can't, everybody says wait around for miracles. That's the way the world is made. I insist on miracles. If you do them, miracles. Nothing to them, I say don't. Don't be niet zo goed meer wat ik moet doen. Het is de laatste tijd allemaal zo anders. Ik bedoel... Kijk, ik weet nog heel goed hoe ik dit ben ontlaan, een beetje de klots kwijt. Klots, waar ben je? Kijk, toen ik hier kwam, het was allemaal zo duidelijk natuurlijk. Toen ik hier... Ik moest mijn leren mijn aan te passen natuurlijk. Ik dacht, wat moet ik doen om aan te passen naar de land? En ik dacht, oh my god, natuurlijk, dienstbaarheid. En weet, wat is gezellig. So dat is wat ik deed. Als er was ergens een barbecue, dan dacht ik, oh, wat kan ik doen? En wie ging er dan de hele avond worstjes dan draaien? Ik... Gewoon de hele avond van 8 uur tot 2 uur s'nachts, maakt niet uit. Gewoon worstjes draaien, mensen wisten niet eens dat ik een gast was. Dat zo ben ik. Ik probeer altijd te kijken wat kan ik doen. Als iemand zegt, kan iemand de toastjes rondbrengen, dan doe ik het. Toastje, 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 toastje. Geen probleem. Als ik ergens ben en ik kijk altijd, is iedereen tevreden, is iedereen gelukkig. Dan ik kijk, oh my god, die zijn oké, die praten leuk met elkaar. En dan opeens zie ik bijvoorbeeld een stel, die praten met elkaar opeens. Ik zie, het is een sukkel. Dus ik rende naartoe, ik spring ertussen. En dan praat ik de hele avond met de sukkel. Dan heeft iedereen gezellig en ik heb mijn dienst voor opgesteld. Zo belangrijk, dat vind ik belangrijk. Ik bedoel, ik roep al titel, oh wat gezellig, voordat ik heb aangebeld.
En ik dacht, dat is goed. Ik dacht het toen. Ik dacht natuurlijk toen zo veel. Nu is alles anders. Maar toen ik dacht het. Ik dacht vroeger ook, je moet geloven wat je wilt geloven. Ik dacht, dat is belangrijk om te denken. Geloof het. Of je nou wilt geloven in Allah, Boeddha, God, Hare Krishna, acupunctuur, ruimtewezen, de nieuwste methode van Vanessa. Tuurlijk. Alles is... En natuurlijk, ik weet, het hart te ver dat je moet opblazen voor je geloof. Natuurlijk, maar als je gelooft in de methode van Vanessa... dat moet kunnen, toch? Tenminste, dat dacht ik. Maar ik dacht zoveel. Ik dacht ook dat het was normaal dat mensen bij elkaar moeten leven. Dat iedereen in Nederland welkom is, dat dacht ik. Ik dacht, Amerikanen, Marokkanen, Argentijnen, kom erin, gezellig. Maar dat is niet zo. Het is nu gewoon allemaal anders. En ik weet gewoon niet meer zo goed wat ik moet doen. Kijk, ik weet ook, toen ik hier kwam, ik moest natuurlijk werken. Dat is belangrijk dat je werk hebt. Dus ik ging werken op een groot kantoor. En ik probeer altijd dienstbaar te zijn. Ik bedoel, ik ga zo vroeg naar de kantoor. Ik zorg dat alles gezellig is, dat koffie is en bloemetje op tafel en gezellig. En ik werk de hele dag en ik probeer iedereen te helpen. Wat is aan de hand? Als iemand roept, kan iemand dit voor mij uittypen voor morgen ochtend tot 7 uur? Dan ik doe het. Als iemand op de hele kantoor moet koffie, dan ik zeg, oké, ik doe het. 320 man koffie, geen probleem. Maar mensen zijn raar, ze zegt tegen mij, ja, maar dat doe je alleen maar voor je eigen carrière. Maar echt waar niet. Ik doe alleen maar om mijn collega's te helpen. Om dienstbaar te zijn. En ik werk door, ik werk door. En op een dag zei mijn dokter tegen mij, misschien is het belangrijk dat je blijft even thuis. En ik zei, dat kan niet, want ik ben onmisbaar voor mijn collega's. Wat moeten ze doen met een baldag? Niemand komt ze vervangen. Ik doe het, ik doe het. En toen zei hij, het is heel belangrijk. En opeens, oh my god, ik zag het gezicht van die dokter. Hij was zo serieus. Hij zag zo zielig oud. En toen zei ik, dokter, natuurlijk, voor u, ik doe het. Ik blijf thuis, geen probleem, maak u zich niet druk. En dus blijf ik thuis en ik heb wel zo'n mobiel telefoon. Dat is heel handig, ik dacht. Dus dat heb ik gekocht, dat mensen mij kunnen bereiken. Als ze denken, oh my god, waar is Tracy? Dan heb ik hem altijd bij me. Dat is een hele handige ding. En, alleen, ik weet niet of het goed werkt. Want de laatste keer dat ik heb een bericht gehad was van mijn provider. KPN wens toen gelukkig 2003. Het is wel heel lief van ze natuurlijk. Ik bedoel, ze hoeven het niet te doen. Ik bedoel, zeker niet als je bedenkt hoe het met hun gaat. En ik dacht nog, alles zit erin, dus het moet toch heel handig zijn. Ik bedoel, sms en internet en foto's doorsturen en alles zit erin. Behalve iemand aan de andere kant van de lijn. Ik weet niet eens wat mijn beltoon is. Geeft niks hoor. Kijk, vroeger als ik zei ik ben van Amerika, mensen waren zo enthousiast. Mensen waren zo blij. Mensen zeiden, oh my god, Amerika, jullie hebben zoveel goeds gebracht. De Marshall Hulp, de Penty, de Office Machine, musicals, de Big Mac, de Carpenters. Vroeger, als ik zei, ik ben van Amerika, mensen zeiden, oh my god, that is the land of the opportunity. Daar kun je worden van krantenjongen naar miljonair. Dat was ook zo. Maar nu, als ik zeg, ik ben van Amerika, dan zeggen mensen allemaal, oh, dat is het land waar elke debiel kan president worden. Geef niks hoor. Gezellig. Oh, geen netwerk. Maar dat wist ik wel, dat ik geen netwerk had. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet doen. Ik ben gewoon de klats kwijt. Ik ben gewoon een klein beetje in de war. Waar? Misschien is het gewoon mijn eigen schuld. Ik deed te veel of... Ik ben gewoon natuurlijk een klein beetje een uitslover. Dat is natuurlijk ook wel zo. Ik ben gewoon ook een uitslover, dat weet ik ook wel.
Altijd te veel, te vaak, te lang. Maar ja, ik heb gewoon zo vaak gedacht, ik ben er bijna. Ik heb zo vaak gedacht, het gaat bijna goed. Ik heb misschien wel gewoon iets te vaak gedacht. Ik ben bijna gelukkig. Deel 2. En wie zijn wij? Wij zijn de Corinne's. En natuurlijk bijvoorbeeld een vraag. Wat moet een vrouw het eerst uittrekken om haar man in bed te krijgen? Maak me gek. De stekker van de tv. Karin Bloemen en Cor Bakker in De Diva en De Divan. Bij de VARA op Nederland 3.